met je idioot gedrag, man. Dan vraag je het eerst af als je wat wil. Ja, allemaal. Ik ben Team Tigran. En ik ben Devin. Wij zijn net bij First geweest. Wil je die aflevering nou zien? Check even de link in de beschrijving en dan kan je hem kijken. Oké, we hebben het volgende. We hebben een challenge bedacht die wij met Team First, Thijs en Bram aangaan. Ja. Ja, yes. De vloer is lava, die ging best wel goed. Dus we gaan nu van A naar B doen zonder de grond te raken. Daarna hebben we ook nog een challenge en dat is namelijk sticker plakken op de gevaarlijkste plekken. Jullie plakken er 2, wij plakken er 2. Kijken wie het best hebben gedaan. En die wint. Precies. Nice. Yes. Dat gaat helemaal goed komen. Hey, tot Seekers. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Deze stulletjes kunnen we wel aan. Oké, okay, we moeten namelijk van dit puntje hier overheen, dan daar zo en op het andere puntje uitkomen. Alleen, hoe gaan we dat doen zonder de grond te raken? Want dan krijg je straftijd erbij, hè? Kijk, mag je die put aanraken? Of niet? Ja, de put mag je wel aanraken. Behalve de stenen vloer. Ja, en als je die aanraakt, dan heb je straftijd. Dus dat willen we ook niet hebben. Dus hoe gaan we dit doen? Man. Ja, dit komt goed, denk ik. Gewoon springen, joh. Wij gaan gewoon springen. Ja, we gaan ervoor. Snelste tijd. Yes. Goed. 3, 2, 1. Oké, dit is inderdaad super ver, man. Oké. Ja, die ga ik niet springen. Maar dit kost tijd, bro. Stop de dijk! Oh, yes! Yeah. Oh, dit zag er super makkelijk uit. Het is ook helemaal niet zo heel ver. Nee, heb je gezien hoe groot ze zijn? Ja, echt, de Efteling. Mannekes. De Efteling wil zijn lava terug. Dit gaan we gewoon makkelijk winnen, jongen. We gaan ze gewoon pakken. Let's go! Zit erop! Wow, Als Peter, man. Thijs, schuif op! Vlieg in mijn neus! Thijs, als jij doorloopt. Ik ga vallen, bro. Nee, dit gaat pijn doen. Je gaat op dit randje. Even knippie. Nee. Oh, zo, zeg je die sprong, hè? Bram, kom, jongen. Ja. Ah, fuck it. Ah, oh, Thijs. Ja. Ik ben al hier, hè? Thijs, die wil bijna bij paal 2. Ja, Thijs, jullie moeten allebei paal raken. Verleng mijn arm. Dit is teamwork, hè? We hebben hem aangeraakt. Ja, oké. Zo. Nou heren, het is wel duidelijk, hè? We hebben al gewonnen, Thijs. Ja! Ze hebben nog een kans met de stickers plakken. We gaan gewoon zien hoe ze dat doen. Wij gaan naar de eerste gevaarlijke plek. En daar gaan we even laten zien waar je sticker moet plakken. Ja, ja toch, bro? Nou, ze mogen ook niet afkijken, hè? Want het gaat erom wie hem dus op de gevaarlijkste plek uiteindelijk heeft. En die heeft gewonnen, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Nou. We mogen op zich wel kijken, maar ik denk dat ze het sowieso niet nadoen. Oké, okay, laten we het nog wel even zien. Dat zullen we nog wel even zien. Oh, dat doe ik. Ja? Ik krijg die sticker er niet af. Nee. Kijk. Oh, godsamme. We hoeven ook helemaal niet zoveel moeite te doen om een gevaarlijke plek te vinden. Dus let's go, Thijs! Nee, het is namelijk deze scooter hier achter mij, heb ik horen zeggen, die is van Holleder. Die is van Holleder. Stel voor, het is van een van die mannen hier op het terras, dan ben je echt keihard de lul. Ja, dit vind ik tricky, jongens. Ging er mis. Kijk, niet iedereen is blij met onze kunsten. Nee. Hij heeft wel ergens gelijk, we moeten natuurlijk eerst even vragen, maar aan wie ga je het vragen hier? Ja, precies. Wat zei hij nog?
Hij zei van, eerst moet je het gewoon vragen. Hij zei, aardige jongens, wilt u er alsjeblieft uit? En zo ging het was ook wel de toon, hè? Ja, hij dacht, zeker. Oh, hey, meneer, geen probleem, dat doen we voor je. Nee. En het mooie is, het is ook helemaal niet zijn steiger. Die man is gewoon nu weg. Hij is gewoon weggefietst. Hij kan aangefietst en weggefietst. Politie reed net nog langs, die deed niks, deed nog een duimpje omhoog. Moeten jullie trouwens ook doen, even een duimpje omhoog voor deze video. En ja, man. Ja, maar laten we even heel eerlijk zijn. Die sticker kunnen we gewoon niet meer goedkeuren. Ja, wel man. Dit was nog hartstikke gevaarlijk. Hij zit er nog, hè? Hij zit er nog. Ah, oké. Ja, hij zit er nog. En wij gaan door naar de volgende locatie. Ik heb al een gekke plek gezien, denk ik. Ja? Ja. Ik ga gewoon daar aan de zijkant, laat ik jou hangen. Ja. En plak je aan gewoon zo laag als je kan. Het hoeft natuurlijk niet altijd zo hoog. Het is wel een gevaarlijke plaats. We moeten hier ook heen. Weet je waar we voor gaan? Voor zo'n paal. We gaan nu juist laag op een gevaarlijke plek plaatsen. In plaats van bovenop het gebouw, want ze zijn niet zo gastvrij. Helaas. Hé jongens, jullie wisten het niet, hè? Verborgen talent. Ik ga even een backflip doen. Komt ie, hè? Zo, dat was ziek, hè? Nou, doei! En dan gaat hij op deze gekke plek, jongens. Oeh, ga ik hierbij. Ja, Ham, je kan hammen. Juist. Heb je. Hoppa! Hij zit daar mooi op de wind. Yes! Oké, nou. Als dit geen spannende plek is, inderdaad. Hij is misschien voor hun nog wel te doen, want hij is lang, hè Bram? Ik ben benieuwd wat zij gaan bedenken. Dit weten ze in ieder geval niet. Dat is alvast het voordeel. Dus we gaan het zien. Yeah. Nou Thijs, wij kunnen natuurlijk ook stijgers in gaan klimmen en weet ik wat allemaal voor kapriolen. Ik heb een veel gevaarlijke plek. Helemaal levensgevaarlijk dit. Nou laat zien, laat zien. Go, let's go, yes! Geen redelijk gelijk op, wij weten ook niet wie de winnaars zijn. Dus laat even in een comment weten of dat team first is. Yo, of team Seekers. Seekers, yes. En als je de aflevering van first wil zien, check even het linkje in de beschrijving en dan kan je alles bekijken. Ja, precies. Vergeet niet te abonneren, een like achter te laten en zien jullie de volgende keer weer. Yes, later. Later. Tot Seekers. Met de waterballon. Oké, let's go. Blijf daar. Hij mag hem hebben, Ja, pak hem. Kom maar. Doe hem maar. Die, met, hier, en anders hem. Hier, met dat petje, Dat vindt hij leuk. Kijk, ik heb een leuk kleren aan. Oh nee. Gooi je. Ja.